dan zie je jezelf in die spiegel veranderen in een hele oude man. En dan denk ik, ja, ik ben echt een oude man. De zomer gaat een beetje voorbij en dan krijg je een telefoontje van een school. En die checken nog even, gaat het nog door, dan en dan. Ja, ik word hopelijk in december 86. Zeg maar, ik voel me dikwijls genoeg. Dan heb ik momenten dat ik denk, oh, ik leef 55. Ja. En dan kijk ik wel eens, als ik boven kom, dan kijk ik wel eens zo naar het koffer. Denk ik, ja, daar zitten jullie in, jongens. En dan krijg je de kriebels een beetje. Nog niet heftig, maar zo gauw als die folders in de bus vallen. En de kinderen, de kleinkinderen zeggen, ja, de cadeautjes, ik wil dat en ik wil dat. Dan kom je in die ban. Ja, en dan komt die jurk voor de dag. En dan het kazuifel. En dat wordt dan weer mooi in de plooi gestreken. En dan gaat Baart en de pruik met de snor, die gaan naar de kapper. Dan zit hij weer heel mooi in de plooi. En dan sta je voor de spiegel in de zomer of in de herfst bedoel ik. En dan sta je daar te kijken en denk je, ja, dan wordt hij weer. Vooral als ik bij bekenden kom, waar kinderen of andere mensen mij zouden kunnen kennen aan mijn schoenen. En dan heb ik dan pantoffels die eens per jaar uit de koffer komen. En dan zitten met de grote pompoen. En als ik dan zo met een één been over het andere zit en ik doe het omhoog, dan zien de kinderen dan die pompoen en dan aaien ze eroverheen. Nou, dan is het helemaal klaar met die kleintjes en dan geniet je zelf van. En dan heb je zo'n kick dat je zegt, nou, ik kan er wel 14 pakken in 10 dagen, zo optredens. Nicolaas. Ja, ik kom in die rol als Sinterklaas. Ik begin alles uit te stallen op tafel, de spiegel, de wenkbrauwen, de snor ligt klaar, alles op volgorde, de bril, de baard, de pruik. Een paar jaar geleden bij Vroom en Dreesman kwam een oma met twee kindjes bij me. Oma stond er een paar meter achter en toen zei ik, met wie zijn jullie hier? Ben je met papa en mama hier? Nee, want papa en mama hebben ruzie gehad en die zijn gescheiden. Ja, en als je dat door een microfoon vertelt, de kinderen willen dat kwijt aan Sinterklaas. En oma zag ik wel wegschuiven achter een kolom. En die had het dus ook niet te breed. En toen zei ik, nou, daar geef ik een draai aan. Dacht ik, weet je wat we doen? Er zijn zoveel kindjes in de wereld die de papa en mama niet meer hebben of die ruzie hebben gehad. Hebben we allemaal wel eens. Ik zei, weet je wat we dan doen? Nee, zei ze. Ik zeg, nou, dan gaan we zingen voor al die papa's en mama's en maar voor al die kindjes en oma's. Lang zullen ze leven. En die beginnen dat lied zo hard te zingen. Nou ja, en toen was het over. En toen komt oma achter die kolom uit met een zakdoekje. En die gaf me een hand. Dankjewel, Sinterklaas. Mooi opgelost. Daar word je high van. Hè?
Nou, en dan komt de mijter, ja, en dan gaat het helemaal mooi. Hè? Dan ben je echt, die wenkbrauwen zitten eronder en dan ben je echt een oude man. Dan zie je die haren eronder en dan denk je, ja. En dan pak je handschoen en die ring is het laatste en dan trek je met je hoofd een beetje zo, zit alles lekker soepel, kan ik me bewegen, zit er niks klem. Ja, en dan ben je de Sint. En dan ga je even lopen als er een hal is of een kamer. En dan loop je even om te wennen aan de passen. Ja, en dan zit je in dat pak. En je stem die zakt dan, de volume gaat een beetje langzamer. De hartslag wordt beter. En dan ben je Sint-Nicolaas. Oh, wat leuk. Kijk toch eens. Oh, wat een mooie lampjes hier allemaal. Oh, kijk eens, dat is een... Je ziet dan die mensen, als je door die winkel loopt, met de schoenen, met sport. Dan zie je daar in één keer een paar mensen en die verwachten je dan niet. Dan begin je al te praten. Oh, wat is hier mooi. Die lampen en die kleuren allemaal, Piet. Kijk toch eens. Oh, kijk eens daar. Dag mevrouw, daar. Ja, je moet niet stilvallen. Nee, en dan ga je de lift in, want op een roltrap in zo'n warenhuis, dan moet je niet met zo'n jurk aan op de roltrap gaan staan, want dan trekt iets eraan. Hè? Dus wij gaan echt met de lift. En dan is het ook leuk als je dan in zo'n lift komt. Hup, dan staan de mensen allemaal een beetje van, is Sinterklaas bij ons in de lift? Het is wel... Ja, ik kan het makkelijk omschakelen. Hè? Maar dan zit je ook in die rol. En als je daarin kruipt, oude man, je moet niet te snel lopen, je moet niet te enthousiast doen. Ja, wel enthousiast, maar niet zo jeugdig enthousiast. Hè? Je hebt ook oudere mensen die enthousiast kunnen zijn op hun manier. Hè? Ja. Ik was 38 jaar toen ik ermee begon. Toen moest ik nog plooitjes tekenen en foutjes in mijn gezicht om te ouder te lijken. En nu, met het jaar, wordt dat minder en ik hoef niets meer aan mijn gezicht te doen. En alleen de haarplooien of de haarbegroei, die is wat anders als je wat ouder bent. En ik hoop toch over 3 jaar, als God het blieft, zeggen ze wel eens, het laat me toe, dat ik 50 jaar vol kan maken. En dan denk ik bij deze, dan hang ik mijn baard letterlijk en figuurlijk aan de wilgen en de staf. De boot heb ik jaren gedaan. Een rijtuig met de paarden ervoor. Op een Hells Angel motor heb ik gezeten achterop, een brandweerauto en in een ziekenwagen en in een groot pakket, in een levensgroot pakket, op een trailer met linten erom, in een minigolf met open dak, politiewagen heb ik gezeten. Ouders en oma's en oma's, oortjes dicht. Ja, en op een paard heb ik nog nooit gezeten. En dat waag ik me ook niet aan, op een echt paard. Want die hebben zo'n hele brede rug. En ik ben bang dat dan mijn jurk het niet haalt. En wat mijn wens is toch nog een keer, dat is dat ik op een schoolplein uit een helikopter langs een touwladder naar beneden ga. Dat zou ik nog wel een keertje willen, voordat ik 50 jaar vol maak. Ik zet het verlanglijstje in de schoen bij Sinterklaas. Misschien lukt dat. Ja, het is misschien 15, misschien 10 meter hoog uit.
Ja, en ik doe dan zo'n riem, zo'n broek aan. Ja, en een stormmijter, hè, stormband om de mijter.